om te genieten van het interview zometeen met Huub Oosterhuis. Tevens wil ik heel hartelijk welkom heten alle mensen die vandaag hier ook bij ons zijn, virtueel weliswaar, via onze livestream. Fantastisch dat u meeluistert en meekijkt met ons vanmiddag. Ja, Huub Oosterhuis. Huub, veel mensen zullen jou kennen als schrijver van honderden liedteksten, als schrijver van vele boeken, als theoloog, maar wellicht ook als medeoprichter en grondlegger van prachtige culturele podia in Amsterdam. Ik denk bijvoorbeeld aan de Populier, vandaag de dag de Bali op het Leidseplein in Amsterdam. Ik denk ook aan de Nieuwe Liefde, aan de Da Costa-kade, het huis van woord en taal. Maar ik denk ook aan de Rode Hoed, aan de Keizersgracht, waar de Ecclesia jarenlang haar huisvesting heeft. En bij al deze plekken, dames en heren, denk ik, goh, wat hebben wij die plekken toch hard nodig met z'n allen in deze verwarrende tijden. Wat fijn dat die plekken er zijn, nog steeds. Huub, vandaag staan wij stil bij een andere hoedanigheid van jou, want jij bent eigenlijk bovenal dichter. En het bewijs daarvan, daar staan wij vandaag samen bij stil. 70 jaar onvermoeibaar dichterschap is samengebracht in een schitterend en, ja, ik zou willen zeggen, monumentaal werk. Deze gedichten zijn samen gebundeld door jou onder de titel Handgeschreven. En dames en heren, het werk van Huub Oosterhuis is ook letterlijk handgeschreven. Ik heb begrepen van Huub dat daar geen typemachine en geen computer aan te pas is gekomen. Allemaal handgeschreven. En Huub, jij vertelde mij dat jij voorkeur hebt voor de ballpoint. Dus geen vulpen, ballpoint en af en toe potlood. Heb ik dat goed begrepen? Huub gaat vandaag in gesprek terugblikken op het ontstaan van Handgeschreven onder de bezielende leiding van Elte Rauch. Elte, jij bent filosoof, jij bent schrijver, je hebt theologie gestudeerd in Utrecht. En Elte heeft iets heel bijzonders gedaan. Elte heeft een bloemlezing gemaakt van het gehele oeuvre van Huub. En Elte, dat heb jij gedaan in de vorm van een dagboek. En dat dagboek heeft als titel Een weg van dagen. En ja, ik ben er zelf ook in aan het lezen. Elke dag een bladzijde. En ja, het is gewoon heerlijk om het te lezen. Echt fantastisch. Jullie werken al enige jaren met elkaar samen. En heel fijn, Elte, dat jij vandaag het gesprek wilt leiden. Zowel Handgeschreven als Een weg vandaag ook zijn verkrijgbaar bij de Betere Boekhandel. Ik heb mij laten vertellen, onder andere hier tegenover. En tijdens het interview zal er halverwege even tijd zijn voor een kort muzikaal intermezzo. Dat is een vrij muzikaal intermezzo. Wat wordt gespeeld door Rudy Oranje. Rudy zit hier vooraan. Rudy, wat ontzettend fijn dat jij dat vandaag samen met ons doet. Rudy gaat op de piano onze oren strelen. En Rudy is een bekend gezicht hier in Bergen. Want Rudy is gastpredikant hier in de Bergense Ruïnekerk. En vanochtend nog ging jij hiervoor, Rudy. Daarnaast is het zo dat jij ook producent bent van vele musicals. Dus we kijken enorm uit naar jouw intermezzo zometeen. Nou, voordat ik het woord overdraag aan Huub, wilde ik nog even kort stilstaan bij deze plek. De Ruïnekerk in Bergen. Huub, jij kent deze plek heel erg goed. Onder andere ook als vriend en als tijdgenoot van de dichter
en beeldend kunstenaar Lutje Ber. Dus ja, wat een fantastische plek om samen terug te blikken op het ontstaan van handgeschreven. Huub, we gaan genieten. Gisteren, tegen zonsopgang, nam ik een taxi naar de rivierenbuurt van mijn jeugd. Daar droegen op een dag onze buren gele sterren en mochten niet meer op openbare banken met uitzicht op bloemperken. Zo werd het zondag 20 juni 1943. Daar stonden vroeg in de morgen op alle hoeken lange blonde Duitse stoten met geweren. En van hun verdiepingen daalde af met pannen beladen onze buren en overburen, onbekende bekenden. Tot in de middag stonden zij op elkaar gedrongen en gebaarden. Een jonge man en vrouw hebben bij ons aangebeld. Mijn moeder doet open, begrijpt, sluit ze op in de gangkast, sleutel in haar schortzak. Toen 10 minuten later zo'n mooie jongen met een Amsterdamse politieagent ons huis overhoop haalde, ontdekte zij in de schemergang niet het heiligste der heiligen en vertrokken onverrichter zaken. De twee werden middernacht in een snelle wagen naar Portugal, dachten ze. Toen waren de duizenden verzamelden voor ons Roerstraatraam al in trams gedreven en nog die avond in de trein naar Westerbork. Het gebeurde voor mijn ogen. Ik dacht even dat een gele ster mij riep: wat doe jij verder met je leven? Na de 6 miljoen. Alle woorden betekenden iets. Wat zij spraken bestond. Een roos was een roos, was een roos. Brood was brood en niet steen. Wat betekent nog brood? Wat betekent mens nog meer dan een waaiend vod? Onze vaderen, zeide God, bedoelde liefde, zeide hemel, bedoelde sterker dan de dood.
waar je ooit uitkwam, waar je weer in mag als het gedaan is, riepen zij in hun groot verhaal. Wij zwijgen, schamen ons, hebben geen taal. Ik was nog jong, ik kwam op een idee. Ik wou verenigen en inspireren veel mensen van verschillende komaf, geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis met grote ramen en een tuin van groen, waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen. Waar brood gedeeld wordt, poëzie gezongen. Waar uitgedroogde bronnen na een tijd weer levend water geven. Welkom, vreemde, dolende zielen, welkom in ons midden. Dat ieder woord dat hier gesproken wordt betrouwbaar is als de muziek van Bach. Zo dacht ik tegen harde feiten in, een nieuwe zachte aarde voor ons allen. Er waren er die dit verlangen deelden. Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets. Je bent ineens met twee of drie. We lachten een oud verhaal elkaar toe. Er blijkt taal voor wat wij hopen. Beelden ooit gevonden voor wat wij argeloos als voor het eerst voor mogelijk houden, deze wereld anders. Is er een weg daarheen? Er is een gaan van harten, handen, niemand weet hoeveel. Soms zie je even en gelooft je ogen. Wij spreken af geen woorden te vertrouwen dan die ons gaande houden en doen denken dat het bestaanbaar is, een wereld anders. En die ons stuurt daarheen noemen wij God. Wij spreken af geen ander te verwachten. Dankjewel, Huub. Er blijkt taal voor wat wij hopen. Die taal, Huub, is voor jou zo ontzettend belangrijk dat je hem hebt gedeeld met heel Nederland, België, Duitsland ook. En een heel groot gedeelte van een Engelstalig gebied in Amerika en Engeland. Honderden liederen die jij schreef zijn vertaald en worden nog altijd gezongen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Vorig jaar verscheen jouw eerste deel van je verzameld werk onder de titel Stil te zingen. Zo'n boek met bijna 1000 liederen.
Ik denk dat er toch wel 800 in staan die je geselecteerd hebt in totaal. Ik heb me in ieder geval suf getikt, dat weet ik nog wel. En nu het tweede gedeelte van je verzameld werk. Je verzamelde gedichten. Waar is het begonnen? Bij de liederen of bij een gedicht? Ja. Het is begonnen met een gedichtje. Gedichtje. Ik was 15 jaar. Ik had een merkwaardig ongeluk achter de rug. Een soort dwarslesie met verlamde benen als gevolg. En ik zou in een wagentje terechtkomen. Maar op een wonderlijke wijze ging dat niet door en kwam ik gewoon toch na een grote vakantie in de derde gym. Ik had toen behoefte aan lezen, aan het lezen van gedichten. Er stonden een paar bundels bij ons thuis en die verslond ik. Op een ochtend in november, eind november, werd ik wakker, deed de gordijnen open en zag dat het gesneeuwd had. En toen schreef ik in een opwelling, in 3 minuten, een gedichtje. Winters gebed heette dat. Sneeuw in de bomen, sneeuw in het haar van mijn ogen, smelt toch vandaag nog niet. Sneeuw in de schoot van mijn moeder, sneeuw in de hand van mijn vader, smelt toch vandaag nog niet. Jij bent vandaag onze schoonheid. Sneeuw in het haar van de bomen, sneeuw in de schoot van de vrouw, sneeuwwitte sneeuw in mij, smelt toch vandaag nog niet. 15 jaar was je? Ja, ik was 15. En ik dacht onmiddellijk, nou, dat is een echt gedicht. Dan volgden er jaren waarin je geen fatsoenlijke regel op papier krijgt. Maar ja, goed, zo is het begonnen. Is dat ook het eerste gedicht in deze bundel? Nee, het staat wel in de bundel. Maar het is niet het openingsgedicht. Nee. De bundel is een beetje geordend als een levensagenda. En dit komt iets later. Daar gaan we straks nog even wat meer over zeggen, want het is inderdaad in een hele andere volgorde als je een verzameld werk zou verwachten. Niet bepaald chronologisch, maar het leest eigenlijk mee met de vorming van jouw dichterschap en jouw leven. Dus zo heb je ze geselecteerd in, als ik me niet vergis, 10 verschillende secties. Ja. Nou ja, en later kwamen er liedjes, omdat ik was verbonden aan een toen nog katholieke school in Groningen. En daar deden ze eens in de week voor de jongens en meisjes aan eredienst. En dan moest er gezongen worden. En er was niets anders voorhanden dan Latijnse hymnen uit de middeleeuwen. En dat was nou niet precies wat die kinderen leuk vonden. En toen vroeg iemand aan me, kan jij niet wat maken wat we kunnen zingen in het Nederlands? Iets met de Bijbel erin. Nou wist ik niet zoveel van de Bijbel toen nog.
Maar goed, toen schreef ik dus mijn eerste liedjes op bestaande melodieën die ik kende uit mijn jeugd. Ik had als jongen gezongen bij de AJC, de Socialistische Jongeren. En die hadden een schat van Nederlandse liederen. En die melodieën kende ik uit mijn hoofd. En op die melodieën schreef ik teksten, fietsend door het hoge land van Groningen. Dus die liedjes die kwamen ver na dat eerste gedicht. En ook zo'n beetje, nou ja, goed, dat zal ik dan doen. En toen ik er 10 had, dacht ik, nou is het wel genoeg. En dan kwamen ze toch weer vragen om nieuwe. En zo is dat tot stand gekomen. En ondertussen schreef ik ook gedichten. Een groot gedicht over Groningen, bijvoorbeeld. Ja, ja. En, dat is ook opgenomen in je bundel, maar het is ook onlangs nog een keer apart uitgebracht, hè, in het Gronings en in jouw eigen Nederlandse taal. Het is een soort cyclus, een soort ode aan Groningen, waar jouw dichterschap ook echt zijn vorm vond, als ik het goed begrijp. Ja, en mijn... Ja, Groningen was voor mij het begin van de wereld. Ja, mooi. Je begon ook met 2 gedichten. Eigenlijk het eerste gedicht waar de oorlog een hele prominente rol inneemt. Jouw ervaring ook. Hoe oud was je toen de Tweede Wereldoorlog bij jou zo zichtbaar om je heen zich afspeelde in Amsterdam, in de rivierenbuurt? Ik was 6 jaar toen het begon. Het gedicht dat ik voorlas is een paar jaar, nou, uit 1943. Mm-hmm. Ik was toen 10. Wat ik toen gezien heb, is nooit voorbij gegaan. Dat zijn indrukken die levenslang op je doorwerken. Dat is algemeen bekend. Zo gaat dat. Ja. En heb je voor het gevoel dat jouw dichterschap ruimte bood en biedt om die ervaring te delen op een soort dieper niveau, ook nog steeds vandaag de dag? Dus wat jij hebt gezien kan nu gedeeld worden zonder de utopie te verliezen, de hoop voor een betere wereld. Hè? Daar eindig je ook altijd mee. Dat is jouw credo. Wat er ook gebeurt, wat je ook ziet voor ellende, we kunnen altijd streven en blijven hopen en blijven proberen om te werken naar een betere wereld. Maar hoe heeft die oorlog jou getekend en jouw dichterschap? Komt dat eigenlijk als een rode draad erdoor? Ja, dat houdt nooit op. Dat, of je wil of niet, het houdt niet op. Hmm. En het is ook nooit weg geweest. Die oorlog heeft in allerlei gedaanten een hele eeuw doorgespeeld. Dan hier, dan daar, dan zus, dan zo. Het is eigenlijk nog altijd oorlog. Naar mijn gevoel. Maar toch, dit meegemaakt, dit gezien te hebben, het heeft niet jouw beeld gekleurd tot een zwartgallig beeld. Het heeft juist het tegenovergestelde gedaan. Dat jij de hoop wilde blijven koesteren en door wilde geven. Ja, maar dat is te danken aan al die mensen die in de laatste 70 jaar het goede gedaan hebben. Ja. En elkaar geholpen hebben, vluchtelingen gesteund, asielzoekers opgevangen, vrede gesticht waar het kon,
gedeeld in de gevolgen van de oorlog. Dat is ook overal ter wereld gebeurd. Hè? Ja. En dat is alles tezamen een kracht die net opweegt tegen die oorlog. Een tegenkracht. Ja, een tegenkracht. Ja. Er is ook een gedichtencyclus die ook is opgenomen in de bundel Iemand Meer, hè, waarin je volgens mij deze tegenkracht eigenlijk in een hele mooie, heel mooi weergeeft. Zou je misschien een van de laatste kunnen voordragen? Ja, ik moet even opzoeken. Ja. We houden het spannend. Komt eraan hoor. Waar staat die nou? Nou, anders dan gaan we even door naar een volgende vraag. Komen we straks nog even op terug. Ik wilde het zo graag om te laten zien. Omdat we begonnen, u begon voor te lezen met die vrij heftige gedichten die meteen een soort kleur geven. Tenminste, dat effect heeft het wel op mij. Van wat voor effect zo'n oorlog heeft. Ook als je die gadeslaat, je vriendjes en vriendinnetjes die je weg ziet gaan. En wat ik zelf ook als filosoof interessant vind, is om dan juist niet de hoop te verliezen, hè? Om ook altijd weer stil te staan bij de tegenkracht en het goede. En daarover gedichten te schrijven is weer een andere dimensie. En er is een cyclus die heet Iemand Meer. En nu heb je hem. En die geeft deze hoop zo prachtig weer, vind ik. En vandaar dat ik heel graag, voordat we het muzikale intermezzo even ingaan, graag dit voor zou je? Vouw je armen onder je hoofd, kijk de afgrond in die hemel heet. Zie de gesternte, hun gigantische figuren. Wou je beweren dat onder het tijdloos bewind van maagden en weegschalen, schorpioenen en dioscuren, hier op aarde ook maar iets ertoe doet? Wat is een mens? Wat zou je? Ik ben eens voorgoed dit onverwisselbare mensenkind, dit enig leven. Hoor ik je denken, zie ik je geloven. Of ben je om het even 7 miljard anderen, die ook maar als lichtstraaltjes flitsen en uitdoven? Wat zou je anders dan een beetje klinken, drinken, lachen en omhelzen, je zwarte uren zo gauw mogelijk vergeten, je zegeningen tellen en zonder zelfbeklag je realiseren dat het voorbij zal zijn voor je het weet.
Je schuimt langs boulevards. Je schimt in winkelruiten. Ziet je staan in etalages, naakte pop. Je haalt je schouders op. Je vouwt je op, probeert te slapen. Wat zou je anders? Wat zou je? Je werd wakker midden in de wereld. Deze. Iemand riep me, dacht je in je droom, en werd wakker. Het is deze dag die vandaag heet, die ook morgen vandaag heet en overmorgen. Wie ga je zijn? Wat ga je doen en laten overmorgen, morgen en vandaag? Deze wereld, deze, is een schreeuwend kraambed, een verwilderde tuin waarin gedood wordt en gestorven. Geen schorpioenen verklaren, geen maagden verzachten, geen weegschalen wegen het leed dat afgronddiep wordt geleden. Maar jij hebt handen die verzachten kunnen, opklarende ogen. Sterven zal je ooit, maar vandaag en God weet morgen kun je leven, doen, zien. Iemand voor iemand zijn, misschien. En het verschil maken toch tussen onverwisselbaar uniek en om het even. Tussen dood en leven. Dankjewel, Rudy.
bekend melodietje, maar ik kan het even niet. Rudy, wat heb je gespeeld, als ik vragen mag? Het is een liedje dat ik als 13-jarige jongen heb gehoord voor de radio. En dat bleef altijd bij me, komt uit Amerika. Zo lang geleden en ineens in mijn hoofd. Dankjewel, dat is leuk, heel passend. Even terug naar de vorm van je bundel. Ik had al eerder aangegeven, het is niet een standaard chronologisch werk. Verzamelde gedichten, 70 jaar dichterschap. En Huub, je hebt ervoor gekozen om ze op te delen in 10 hoofdstukjes. En die hoofdstukjes die beschrijven eigenlijk een thema in jouw leven. En ook in het leven van een schrijver. Hè? Je laat eigenlijk door je gedichten zien, als het ware lees je mee als lezer door hoe jij die dichter bent geworden. Een van de secties is totaal gewijd aan mensen in jouw leven. Bekende mensen, minder bekende mensen, maar mensen die voor jou een hele belangrijke rol hebben gespeeld en ook hebben bijgedragen aan de inspiratie. Een van de dichters die al eerder werd vernoemd, kwam uit Bergen, Loetje Ber. En hij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in jouw leven als dichter en als persoon. Wil je daar, voordat je het gedicht voorleest, iets over vertellen wat jouw relatie met de dichter was? Ja. Daar wil ik eigenlijk niks over zeggen. Daar heb ik weinig over te zeggen. Maar jullie waren bevriend, of? He? Jullie waren bevriend, maar wat vooral erg belangrijk is, hij inspireerde jou als dichter. Ja, op een. Zijn taal is volledig een andere dan de mijne. Maar een van mijn eerste ervaringen met poëzie in de jaren. Begin jaren 50, dat was. Dat ik na Hans Lodijzen ineens Loetje Ber tegenkwam in een tijdschrift. En dat ik dat las en dacht, nou begint de wereld opnieuw. Van vaste duisternissen. Ik laat mij een lied zingen van hoe de mensen webben spinnen en sterven. Zulke regels had ik nog nooit gelezen. Die bestonden niet. Wat Loetje Ber gemaakt heeft, bestond niet. Hij heeft een nieuwe poëzie toegevoegd aan de poëzie. En met name in zijn eerste bundels fonkelde dat en spatte de levenslust eraf. Later heeft hij moeizamer geschreven, maar hij was een dubbel talent. Hij schilderde ook. En hij was volkomen uniek. Hou het nu maar even bij het gedichtje dat ik over hem heb geschreven. Ga je gang. Het lied heeft het eeuwige leven, heb jij geschreven. En neem mijn lied als uw hart. Hoe had je dat gedacht? Van licht is en met zingen begonnen de liefde, heb jij geschreven. En zoveel liefde gezongen, verheerlijkt in karikaturen, geschilderd in blinde kleuren, dat de groeven in je gezicht oplichtende dichtregels werden. En je stem soms wankelde als je iets liefs, ironisch
over mensen zei. Je lag in coma, er was geen uitzicht. Om 12 uur precies, op 10 mei 1994, verduisterde het zonlicht. Maar nog leef je. Niets wist je. Na alles beproefd te hebben, zelfs de Rooms-Katholieke doop, uit dat niets heb je geschapen momenten hoop tegen wanhoop, nieuwe taal, dichtend je gloed eigen licht, waarin wij, velen, heel verschillende, vandaag nog wandelen en dan even stilstaan en zeker weten, het lied heeft het eeuwige leven. Heeft Lutjeberd dit gedicht nog gelezen? Nee. Het is na zijn dood geschreven. Ja. Maar het is niet een van de nieuwere gedichten, want er staan ook, en dat is ook vrij ongewoon voor een verzamelbundel, er staan hier nieuwe gedichten in deze bundel. Ja, nieuw, ja. Ja. Of bewerkt, of streng geredigeerd. Maar soms zijn het gedichten die, waar jaren aan gewerkt is, hè? Die schreef ik ergens in de jaren 70. En dan merkte ik 20 jaar later dat er iets aan ontbrak. Of dat er iets te veel in stond, vooral dat. Mm-hmm. En ja, zo heb je een heleboel dingen dan herschreven en bijgesteld. En besluit je ze toch te publiceren in je verzamelde gedichten? Ja, ja. Kregen ze uiteindelijk hun vorm. Ja, ja. Dit boek gaat over jouw leven als dichter voornamelijk. Er komen veel mensen in voor, zei ik al eerder. Hoe sterk speelt religie een rol in jouw verzamelde gedichten? Ja, religie. Ik heb een gedicht geschreven en dat heet Ben van religie niet. Ja, dat is ook zo. Ik ga het even opzoeken. Oké. Ben van religie niet. Heb wel de stem gehoord van het bevrijdingsvisioen dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven. Gelijke rechten op geluk. De zachte krachten van de solidariteit. Genadebrood voor ieder mens. Uittocht uit alle vrede, slimme, martelende slavernijsystemen. Ooit en steeds opnieuw bedacht. De stem die dit tot mijn geweten spreekt, is God voor mij. En als ik zing, uitzinnig, ingetogen, in eigen zielentaal, of Bach aanhoor, het gaat over dit, die God alleen, en verder godsdienst geen. Ik weet het wel, maar ik ga het toch vragen. Dit gedicht is vermoedelijk niet in de jaren 50 geschreven. Dit gedicht is
Vorig jaar geschreven. Heeft het Twee jaar geleden. Heeft het een leven lang geduurd totdat je bij deze heftige formule kwam? Ja. Ik heb natuurlijk, ik ben opgevoed in een godsdienst, in een religie. De katholieken. Ik heb me verdiept in bijna alle godsdiensten van de wereld. En ik kom hierop uit. Dat kan ik toelichten in nog een tekst die ernaast staat. En die oud woord heet. Daar ben ik op uitgekomen. De woorden van dat gedicht zijn ontleend aan een Bijbelse passage. Als je broeder diep is weggezakt, zijn handen reiken niet ver genoeg, zal jij hem vasthouden. Hij zal overleven naast jou. Neem van hem geen rente. Geef hem geen zilver tegen rente. Geef hem niet te eten tegen winst. Hij zal overleven naast jou. Ook de vreemdeling zal overleven naast jou als je broeder. Als je broeder diep is weggezakt, je naaste, en hij verkoopt zich aan jou, bedien je niet van hem als van een slaaf. Je zult hem niet hardhandig bestieren. Heb ontzag voor, ik zal, de God die jou uitgeleid heeft uit het slavernijheelal van deze wereld. Dit gedicht is gebaseerd op Leviticus, hè? Het Bijbelboek Leviticus, de passage. Ja. En dat staat vooraf het gedicht waar we eigenlijk mee begonnen, hè? Van Ben van religie niet. Ja. Mm-hmm. Ik ben toch benieuwd, die liederen, de gedichten werden soms ook liederen. En die zijn dan later getoonzet en ook gezongen. De liederen werden niet gedichten. De liederen die je net beschreef, dat begon als een opdracht. Dat werd later misschien een roeping. En het eerste gedicht wat je schreef op 15-jarige leeftijd, daardoor werd je geïnspireerd door de sneeuw. Wat ligt nou in wezen het diepst bij jouw eigen zijn en hart? De poëzie in de vorm van dichterschap zoals we hier in je verzamelde gedichten kunnen lezen? Of al die liedteksten die je voor zoveel mensen hebt geschreven? Ja, ze horen bij elkaar. Ze zijn ook eigenlijk altijd tegelijk ontstaan, een beetje. Die liederen, dat werd ook een opdracht aan mezelf. Ik zag wat je ermee kon. Wat muzikanten ermee konden. Wat mensen ermee konden. Die het zongen. Dus het werd een. Ik heb die oproep van buiten verinnerlijkt en tot iets van mezelf gemaakt. En eigenlijk gaat het over, ja, eenzelfde soort teksten. Maar liederen die zijn voor de gezamenlijkheid. Mm-hmm. En de meeste van deze gedichten zijn voor een veel kleinere, een andere gezamenlijkheid. Zo zou ik het eigenlijk willen. Maar je hebt ook wel eens een keer gezegd dat poëzie bij uitstek de taal is die verbindt. Die mensen met elkaar verbindt. Ja, taal boven de chaos uit, hè, heb je ook wel gezegd. Dus ja. In hoeverre
ja, is die verinnerlijking, verbindt die dan de mensen in de wereld? Ja, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, ik hoop natuurlijk dat dit boek bij honderdduizenden verkocht wordt. Dan zijn er een heleboel mensen die er misschien iets aan hebben. Het zal wel niet gebeuren hoor, het gebeurt nooit. Maar als antwoord, als je het goed vindt, lees ik een korte cyclus gedichten. Liefdesgedichten. Ik wil je nog één vraag stellen voordat je hiermee afsluit. Want het lijkt me goed om met deze cyclus af te sluiten. Maar nog één vraag wil ik je stellen. Met deze bundel, je verzamelde gedichten, is dit de afsluiting van 70 jaar dichterschap? Of ga je straks naar huis, pak je een pen, een balpen of een potloodje en ga je onvermoeid verder? Nou, een hele goede kennis van mij wordt binnenkort 70. En we hebben ze bedacht dat ze haar een feestboek willen geven. En dan vragen ze je of je daar een tekst aan bij wil dragen. Nou, dat doe ik dan. Dus ik heb gisteren nog een gedichtje van 8 regels geschreven. Ik zal het je besparen. Maar ik weet het niet. Het gaat misschien wel door. Ik denk soms van niet. Maar ik hoop soms van wel. Mooi. Dankjewel, Huub. Ga je gang. Deze cyclus heet Nacht en Dag. Ik zag je. Ik woog je. Je keek of ik zag je lippen nog hard dicht. Toen stroomde je zoenen. Het duurde een nacht en een dag. En toen het voorbij was, wilde ik weg. En nauwelijks weg, wou ik weer. Toen werd het zomer en later weer lente en zomer, een herfst en een winter. De wind uit het noorden, de steenkoude dooi, de narcissenvelden en weer. In spleten van rotsen zat ik verscholen, te denken, ik weet niet meer wat. In tuinen vol vogels liep ik te fluiten, te dromen, ik weet niet meer wat. Kwam iemand je tegen, een jager, hij joeg je, een zanger, hij zong je, een koning, hij zette zijn kroon af, maar mij moest je verzoeken. Mij moest je maar raden, greep je me vast, had je mijn schaduw, en het werd avond van winter tot winter. Nu zijn de winters voorbij. Kwam iemand me tegen, de zon kwam me tegen, de maan zong me wakker, de sterren verslonden me levend. Maar jij kom ik je tegen, jou vallen de sterren, zijn we weer thuis en het wordt avond en het wordt morgen, van zomer tot zomer, nooit gaan de zomers voorbij. We waren jong, we werden oud. Dit kan je ook zingen. We waren jong, we werden oud, maar voor liefde niet te oud. Lange liefde is een touw, 7 maal getwijnd.
Neem de tijd voor liefde, ogenblik voor eeuwigheid. Liefde, geef ons nog wat tijd, deze dag voor liefde. We huren een wagen en rijden naar meren. We vragen een zanger, een jager, een koning. Ze komen met lieflijke dromen en dranken. Zo wordt het later, zomer na zomer. Met knikkende knieën en armen gevaaien verdwijnen we door de deur uit het zicht. Achter de ramen staan nietige lichtjes. De dood in de verte, je ogen dichtbij. De dood onder ogen, we weten geen verder. Wie leidde ons leven? Wie wij? De dood mag ons roepen. Zijn kreet komt eraan. En dan... Witte ruiter, en dan? Dankjewel, Rudy. Dankjewel, Huub. Het gedicht wat hij op het laatst voorlas staat op een van deze kaartjes. En de kaartjes die op je stoel liggen, die zijn voor u als souvenir en intro. Heel erg hartelijk bedankt. Radna, misschien wilde jij nog even afsluiten. Ik verlaat het podium nu. Dank u voor uw aandacht. Dank u voor de techniek. Ik hoop dat u thuis ook alles goed heeft kunnen verstaan en gezien. En Huub... Dank je wel. En ik denk dat we samen met jou hopen op nog meer gedichten. Laat dit niet het einde zijn. Dames en heren, heel hartelijk dank voor uw komst deze middag. En ik wil ook heel graag namens Huub en namens het bestuur van het Huub Oosterhuis Fonds, vooral ook alle mensen door het hele land die via de livestream met ons hebben meegenoten, enorm bedanken. En wel thuis.